Auto versneld. Start gevallen. Valt hij mooi in het startschot. De 4, Flo's Blues. En Henk Grifter, die neemt heel makkelijk de leiding in de kleuren van Kenneth de Porter. Flo's Blues leidt. Daarachter op plek 2 aan de relingzijde ligt Exclusive Renka. En de rest gaat wat rustiger op de benen komen, want ze kunnen gewoon niet harder. Daarachter op plek 3 aan de relingzijde is de Sherry of Hearts. Aan de buitenzijde komt de deelnemer nu naar voren. Maakt meters goed en dat is de nummer 8, Jaf de Belez. Jaf de Belez goed onderweg en dat heeft Henk al lang gezien. Die draait zich een keer om en zegt tegen Rick dat hij de kop al over mag nemen. Als hij iets anders had gezegd, had het ook weinig uitgemaakt. Want Rick was al onderweg en neemt nu de leiding over met Jaf de Belez. Na het passeren van de finish nog 2 ronden te gaan. Jaf de Belez leidt, daarachter Flo's Blues. Opening 1:15:1. Derde plek aan de relingzijde is voor Sherry of Hearts. Aan de buitenkant lag Fortuna Fiets. Daar ligt hij nog steeds, want hij wil graag terug naar binnen. Maar dan moet hij achter Sherry of Hearts plaats gaan nemen. En dat is ook niet zo heel aantrekkelijk. Dus doet Jeffrey dat nu wel. Daarachter Davy Magique. En daarachter volgt Tom Kooijman met Dalton du Demon. En dan liggen er nog 2 paarden achter. Emperor Quick ligt er nog achter. En de enige deelnemer die we nog niet genoemd hebben. Dan ga ik even het veld doorkijken. Dat zal dan zijn... We denken even rustig na. Paarden in de rechter zijn overzijde. De 1. Ja, nee, die hebben we al gehad. Jazeker. 20-1 de tussentijd. En wat achteraan lag, kan zo vooraan komen. Want het tempo is fors naar beneden gegaan. En de leider is nog steeds de 8, Jaf de Belez. Jaf de Belez, Flo's Blues. Beide rijders kijken achterom en zien daar Gerrit de Jong komen. Dat is precies de favoriet die er nu aankomt. En de vorige keer dat hij zo een veld voorbij ging, hebben ze hem alleen nog maar in de verte gezien. Dat geel-blauw van Gerrit de Jong. En Gerrit komt uit op plek 3. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 1 ronde te gaan. Davy Magique dus op weg naar de leider. En die heeft hij inmiddels bereikt. En ligt daarnaast Jaf de Belez aan de binnenkant. Davy Magique aan de buitenzijde. Dan Flo's Blues aan de buitenkant. Emperor Quick. Die probeert het hoofd af en toe wat omhoog te gooien. Dat vindt Kurt Roegers niet heel fijn. 17-6 de tussentijd. Valt ook een gaatje tussen de eerste 3 en de rest. Aan de relingzijde ligt... Exclusive Renka. Zo gaan de paarden de rechterbocht in. De Runnersbocht. Uitgeschakeld nummer 1. Galop en onregelmatig, nummer 1. Jaf de Belez heeft het tempo verhoogd en die voorste 3 lopen nu duidelijk weg bij de rest. Jaf de Belez aan de buitenkant is het Davy Magique. En de derde plek daarachter aan de relingzijde voor Flo's Blues. Paarden in de rechte lijn overzijde. De enige die we nog niet in de kopgroep zien, die we daar wel verwacht hadden, is Fortuna Fiets. Maar de fiets moet nog even in de hogere versnelling. Gerrit de Jong inmiddels in gesprek met Rick Wester. Zo kun je hele gesprekken voeren terwijl je gaat. 1:13:4. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Gerrit en Rick precies naast elkaar. Symmetrisch. Alleen iets asymmetrischer is dan Gerrit als je hem zo van de zijkant beziet. Maar dat maakt in principe niet uit. Hij heeft wel de favoriet. Halverwege de Tjarda-bocht. En Rick zijn paard pakt het nog een keer op. Het is Jaf de Belez. Aan de buitenkant Davy Magique. Gerrit denkt dat er nog wel wat in zit. Flo's Blues ligt er vlakbij. Daar komt ook de fiets aan. Fortuna Fiets aan de buitenzijde. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En relingzijde, Jaf de Belez. Davy Magique probeert het, maar komt er niet dichterbij. Flo's Blues probeert het, komt er ook niet dichterbij. Dan kan er maar 1 winnen. En dat is Jaf de Belez. 13-1, de laatste 500 meter. Jaf de Belez wint. Davy Magique tweede. Derde Flo's Blues. 15-9 voor de winnaar.